Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22, My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Hans Graven en vandaag gaan we bij de vorige aflevering nummer 91 hier in Japan. Ronde nummer 11 alweer van het kampioenschap, nog 5 rondes te gaan en dan zit de serie erop. Dan gaan we ons voorbereiden voor F1 23, maar ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer vooral voor meer wekelijkse F1 22, My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video, dus schakel ook een klein tabelletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg me even op de sociale media, @GiananSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Er komen helaas geen updates meer aan, de auto is gemaxed. Er komen ook geen nieuwe faciliteitsonderdelen meer aan, want ja, we kunnen niks meer kopen, vandaar dat we ook heel veel geld hebben staan. Goed verhaal! 12 miljoen ongeveer op de bank, dus dat is goed om te zien. En dan is het nu tijd voor de kwalificatie. Komt nog iets aan, bijvoorbeeld een reactietijdtraining, die is voltooid. Button is daar wat beter mee geworden. Maar goed, dat is het eigenlijk wel. Dus op naar de kwalificatie voor aflevering nummer 91. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 en kijken of wij door kunnen komen naar Q2. Ben ook benieuwd wat Jensen Button kan gaan doen. Zou vandaag ook een hele bijzondere dag voor ons kunnen gaan worden. Dan worden wij, als ik het goed zeg, een drievoudig wereldkampioen in deze My Team series. Beetje de apex gemist in bocht nummer 2. Carlos Sainz laat de snelste tijd noteren. We nemen een aantal pionnetjes mee, maar goed, dat is geen probleem. En komen bij start-finish. En dat betekent een snelste tijd met 1:30.019. Dan waren we land bij einde van Q1. Dit moment nog steeds door naar Q2. En Jensen Button blijft binnen in de pitstraat. DRS dus weer geopend. En dan is de vraag waar we zo meteen dan terecht komen. En daar een moment correctie en deze ronde is helemaal weggegooid. Gras op de banden en dat betekent weg is de grip. Zijn we aanbeland bij Q2 richting het einde. Laten we hopen dat we het maar bij één run kunnen gaan doen op deze nieuwe set banden. En doorkomen naar Q3. P16 op dit moment. Omdat iedereen al een tijd hebt laten staan. Maar ja, dat hebben wij dus nog niet. Dus vandaar weer de apex een beetje misgelopen. Maar dit keer houden wij de auto mooi op de baan. Vlag hangt uit in Q2. Nemen daar weer die pionnetjes mee. En komen bij start-finish, DRS dus geopend. En dan laten wij een 13e tijd noteren. Niet door naar Q3. En Button op een 10e van Liam Lawson staat 2e. Wij moeten dus aan een inhaalrace gaan beginnen in Japan. We trekken dus op een 13e positie. Geeft niks, er kan van alles gaan gebeuren. Daar gaan we dan voor aflevering nummer 91 van F1 22 My Team Career Mode. En kijken wat het gaat worden met deze inhaalrace. Welcome along then to the magnificent Suzuka International Circuit, a stone's throw away from Issei Bay in the beautiful Japanese countryside. What surprises lie in wait for us today in the Japanese Grand Prix? We're southwest of the city of Nagoya today at the unique figure of eight Suzuka circuit. 3.6 miles and 18 corners make up a lap here with average speeds approaching 136 miles per hour. DRS will be available, of course, into the potential passing opportunity at turn one, although the best place for overtaking will be through the 130R and into the final chicane. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Jensen Button lines up on pole position, and Liam Lawson completes the front row. As we continue through the rest of the grid today, we have Ocon, Tsunoda, Carlos Sainz, and Gasly.
Oscar Piastri, Leclerc, Fernando Alonso, and George Russell. Norris, the Professor, Guan Yu Zhou, and Mick Schumacher. Tictum, Latifi, Teo Pourchaire, and Felipe Drugovic. Stroll, Magnussen, Richard Vachon, and Robert Schwartzman. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box, and it's fantastic to have you here with us today. But I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn one, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It'll keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. Okay, this is our engine supplier's home Grand Prix, so let's give them the race worth watching. Zoals je al kan horen is Honda onze motorleverancier en we zitten in Japan. En Honda is Japans, dus ja, dat kan je al raden. Het is de thuisrace van Honda. Goed, de strategie is gewoon soft medium. Gaan proberen om in de openingsfase zoveel mogelijk posities te winnen bij de openingsronde. Wij vertrekken dus op een P12. Norris dus ook niet doorgekomen. Nou, we moeten heel veel dingen gaan doen bij de auto. Banden opwarmen, remmen opwarmen. En dan gaan we ons zometeen voorbereiden voor de start van de grote prijs van Japan. Aflevering nummer 91 alweer. Onze langst lopende series op dit YouTube kanaal. De vorige My Team Keremo's waren allemaal 84 video's. Nu zitten we er ruim boven en zitten nog niet eens tegen het einde van het seizoen aan. Dus ja, het kan oplopen, denk ik, dus tot de 100. Laten we maar zeggen, weet ik niet zeker hoor. Het is even een wilde gok. Goed, zijn we aanbeland bij de grid posities. Goed geparkeerd. Net niet perfect, maar goed, is geen probleem. Nu is het wachten tot de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor de grote prijs van Japan. Vandaag zou het weer een hele mooie dag gaan worden in onze My Team Keremo's universum. Want we kunnen vandaag weer wereldkampioen worden. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen matig weg. Joe is al beter weg. Russell heeft het lastig. Perez heeft het lastig. Kunnen hier heel veel mensen pakken. Drie dik in bocht nummer 1. Dat lukt gelukkig wel. Maakt een divebomb naar Sainz en Leclerc. Dus inmiddels Leclerc. Sainz rijdt voor AlphaTauri. En wij hebben Alonso ingehaald. Daar misschien aan de... Wat een touché met Alonso. Ik wou zeggen daar aan de buitenkant kijken van Leclerc, maar Alonso heeft ons geraakt. Hij rijdt nu weer achter ons. Een prima start P8 op dit moment. 4 posities gewonnen. Of 5, weet ik niet zeker. Leclerc op P7 heeft het lastig achter Oscar Piastri. Die rijdt op de mediumband en Lando Norris heeft Jensen Button in zijn kielzog. Daar vallen we, proberen we ook Piastri mee te nemen. Voor een aanval lukt helaas net niet. Hebben Leclerc wel ingehaald. Alonso heeft daarvan geprofiteerd. Einde ronde nummer 1. Als we hier heel veel snelheid kunnen meenemen met Oscar Piastri. Hier aan de buitenkant kijken bij de laatste paar bochten. Dat gaat een beetje ruw. Omdat Piastri zijn bocht niet goed nam. En wij zitten in de tweede ronde van de race. En Oscar Piastri kan hier niet terug aanvallen. Nu op naar Carlos Sainz. In zijn AlphaTauri. Kijk hier aan de hairpin misschien. Betere exit hebben. Hier de buitenkant lukt niet. Dan hier slipstream pakken van de Spanjaard. Het is hier een beetje vechten voor positie. En het is P5. Goed gedaan. Nu is het op naar thuisheld Yuki Tsunoda. In de Red Bull. Kijken of Sainz kan meekomen op die mediumband. Tsunoda Ocon allemaal op de soft en volgens mij rijdt Jensen Button op de medium compound. Rijdt op P2 en het is geel in sector
sector 3. Er is iets gebeurd, maar iedereen rijdt weer. Liam Lawson leidt de race. Wij laten in 1:32.161 noteren als snelste raceronde. DRS dus beschikbaar, gesteld door race director. Hier proberen te kijken aan de binnenkant van Tsunoda, maar lukte net niet. We moeten het op een ander moment gaan proberen. Of op een ander punt. In ieder geval op dit circuit. Lijkt me logisch. Aan de buitenkant proberen bij Tsunoda. Dan wordt die binnenste knik voor ons. Jazeker, en dat is P4. Goed gedaan. Nu is het op naar Esteban Ocon voor een podium. En daar zitten we bij Esteban Ocon misschien te kijken bij 130R. Lukt net niet. We moeten nog even geduldig zijn. Hier aan de binnenkant dan. Lukt ook net niet. Zitten net iets te ver weg. Dan volgt nu het DRS gedeelte. Met overtake. Slipstream pakken van de Fransman. En naast gezet. Jazeker. En dat is een podium. P3 nu op naar Jenson Button en Liam Lawson. Onder nummer 4 is het. Als ze daar aan de binnenkant zitten bij Jenson Button. Raken elkaar daar meerdere keren en Button haakt hier in mijn auto. Dat betekent tijdsverlies naar Liam Lawson. Jammer dat de AI zo is geprogrammeerd. Maar ja, die haakt gewoon in je auto en laat niet los. Net als een klein kind wat aan je been hangt. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ocon moet nu even gaan verdedigen. Is gelukt. Nu op naar Liam Lawson. En in ronde nummer 6 hebben wij de Nieuw-Zeelander benaderd voor de leiding in de wedstrijd. Ocon is Button voorbijgestoken voor P3. En wij gaan hier op besparingsstand. Maar kunnen heel veel snelheid meenemen bij de laatste bocht. En dat is een touché. Lawson heeft ons geraakt. Of wij hebben Lawson geraakt. Weet ik niet zeker. Beide auto's geen schade. Dus we kunnen mooi door. En in ronde nummer 7 zit Lawson te kijken voor een tegenaanval. Het is daar krapjes. Maar hij kan er net niet langs. En moet nog even geduldig zijn. Nog 20 rondes te gaan in de race. Met een gezakt tot P4. Achter Esteban Ocon. Onder nummer 11 is het. Als ik naar binnen duik voor mijn laatste pitstop van de dag. Ga naar de mediumband. En komen denk ik terug. Hoop ik. Tot. Voor Yuki Tsunoda. Prima pitstop. 2,5 seconden stilgestaan. En komen terug. Tot. Voor Oscar Piastri. Dus Tsunoda heeft tijd verloren tijdens die pitstops. En dat betekent een goede uitgangspositie voor ons. Want ja, de rest moet nog allemaal een keer naar binnen. Wij rijden op verse medium banden. Terwijl we daar even een klein foutje maken omdat de banden nog even koud zijn. Piastri denkt hier mij aan te vallen. Maar goed, dat lukt niet. En met nog, wat is het, 15 rondes te gaan. Zie ik dit niet meer fout gaan lopen. Dat is die op 8.9 en nu komen die medium banden tot leven. De temperatuur weer teruggevonden in de band. Onder nummer 25. Waarom? Ja, er is niet zoveel meer gebeurd. Er zijn geen uitvallers. Iedereen heeft een pitstop al gedaan. En wij rijden gewoon ruim 28 seconden voor op Liam Lawson. Dus dat betekent dat we gewoon naar de zachte band kunnen. En dat snelste raceronde kunnen gaan verbeteren. Voor een extra punt wat misschien belangrijk is voor het kampioenschap. Maar ja, waarom zo'n grote skip naar de laatste aantal rondes? Omdat er bijna niks meer is gebeurd in de wedstrijd. Button zit klem achter Charles Leclerc voor P5. Gaat ook denk ik niet meer naar het podium. Lawson en Ocon gaan wel een dubbel podium pakken voor McLaren. 2.3 is de pitstop. Goed gedaan. En nu kunnen we alleen maar keihard pushen voor een verbetering van dat snelste raceronde. En komen mooi terug voor Liam Lawson. De baan op, jazeker. Gat is ongeveer 13 seconden. 9 seconden, 8 seconden, weet ik het wat. In ieder geval groot genoeg.
En dan laten we even Paris in sector 1 noteren. Larsen weer teruggezet tot 11.2. We laten ook even Paris in sector 3 noteren. En we zitten in de laatste ronde van de race. Ik zie dit niet meer fout gaan. En dat betekent dat wij gewoon weer wereldkampioen zijn geworden in My Team Career Mode. Met het snelste race 100 punt. Goed gedaan. Heel knap. En is het op naar de volgende wedstrijd. And so the celebrations begin, and well earned they are indeed. It may have looked simple at times, but as any racing driver will tell you, competing at this level, at the very top, is anything but simple. There's no catching them now then. We have a new World Drivers Champion. Not just victory today then, but the championship as well. What a spectacular season they've had, and congratulations to the whole team. Talk to me, Ant. What was it that set them apart from the competition today? I think that smart time management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij hebben dit de grote prijs van Japan met een snelste race ronde. Goed gedaan. Liam Lawson naar P2. Yuki Tsunoda op P4. Ocon op P3. Leclerc 5. Button helaas teleurstellend. Van pole position naar P6. Sainz 7. Norris 8. Gasly 9. En Alonso pakt het laatste punt voor Alpine. Geen uitvallers. En wij winnen dus de coureurskampioenschap. Goed gedaan. Button verliest een plekje aan Yuki Tsunoda. Maar goed, dat boeit eigenlijk niet, want ja, voor ons en Button wordt dit het laatste seizoen van F1 22 My Team Career Mode. Dus hebben we het, ja, het seizoen tot nu toe goed in stijl afgesloten. We moeten nog een aantal races te gaan. Maar we zijn allang kampioen dus nu geworden. $1,87 miljoen erbij vanwege sponsoren. Button heeft $12,500 laten liggen. In totaal op de bank $15,76 miljoen van 13,8 naar $15,8 miljoen. $2 miljoen erbij. Ja, die kunnen we lekker op de bank zetten, want ja, daar gebeurt toch niet zoveel mee. Ja, we kunnen niks meer upgraden vandaag. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom jij niet leuk vond met nieuw mijn gamekanaal. Abonneer je voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook een dat belletje aan. Zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg me even op de sociale media. @GiananSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was Gianan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.